probleem van diversiteit is... dat mensen boos op elkaar worden omdat ze elkaar niet begrijpen. Kijk naar onze oplossing. Ga je half mijn helft? Huh? Sorry, ik begrijp je niet. Wat zei je? Engels? Engels? Ik versta u niet. Praat nou eens normaal. Ga je door. Ik heb een chip voor jullie uitgevonden en als je die in je oor doet, dan kun je elkaar begrijpen. Oh, handig. Haartjes, kapmuntra. Ze hebben met een gansje kamer. Ze gaan met z'n ritten verzenden. Oh, de weg naar het museumplein. Had dat eerder gezegd, joh. Recht hoor, dan links, dan weer rechts. Recht hoor, kom je in een hele lange steeg. Nou, en als je die nou uitloopt, kom je vanzelf met je neus naar het museumplein. Het probleem van diversiteit is dat mensen altijd slechte vooroordelen hebben voor gekleurde mensen. Kijk naar onze oplossing. Hé, nerdy, ga lekker in de boek zitten met je vieze leek, stingende bril. Je moet echt een oplossing voorkomen. Ah, ik heb een idee. Dames en heren, ik heb een idee. Laten we vanaf nu... van groep 1 tot en met de universiteit lesgeven over diversiteit. Ja. Jullie hebben nu een jaar lang les gehad over diversiteit. Hoe denk je nu over mensen met brillen? Goed, want ze kunnen er niks aan doen dat ze een bril dragen, want ze hebben gewoon iets aan hun ogen en daarom dragen ze een bril. Kan je dan nu misschien je excuses aanbieden? Ja hoor. Dankzij diversiteitslessen is het probleem opgelost. Op naar het volgende probleem. Wij vinden het een probleem dat... zwarte mensen slechter worden behandeld dan witte mensen. Kijk naar onze oplossing. Man gearresteerd voor diefstal. Ja, zal wel weer een zwarte zijn. Hè? Zo, hè? Er is een feest georganiseerd. Tegen discriminatie. Het antidiscriminatiefeest. Zal wel, Jan. Ding, ding. U moet mee naar het antidiscriminatiefeest. Ik dacht het even niet, zeg. Als je niet meegaat, worden al je spullen afgepakt. Oké, ik weet genoeg. Oké, kom mee. Het masker moet u op, zodat iedereen gelijk is. Deze op, zo denkt toch iedereen dat ik een zwarte ben? Ja hoor. Hallo. Hoi. Wie ben jij? Ik ben Julia. Ik heet Simone. Ik ben Mido. Jullie zijn echt heel erg aardig. Jullie zouden sowieso wel blanke mensen zijn. Zwarte mensen zijn echt stom. Zeg, de tijd is bijna om. We moeten ons masker nu afdoen. Ja. Hè? Dat had ik niet verwacht. Het gaat dus eigenlijk om het innerlijk en niet om het uiterlijk. Ja. Dit waren de oplossingen van Amsterdam de Vlinderboom.